Dames en heren, goedenavond. Frits Bolkestein zou Frits Bolkestein niet zijn als hij niet met het klassieke De koning is dood, leve de koning, en dan ook nog in het Frans, s'il vous plaît, het einde van zijn politiek leiderschap zou aankondigen. Hij deed dat vanmiddag en droeg de leiding van zijn VVD-fractie met onmiddellijke ingang over aan Hans Dijkstal. Terwijl aan de ene kant van het politieke toneel Peper, de Vries, Pronk het podium opstommelen, verdwijnen aan de andere kant in korte tijd drie grote tenoren tussen de gordijnen. Na Van Mierlo en Wallagen volgde vandaag dus nummer 3, Frits Bolkestein. Le roi est mort, vive le roi. Dat is een beetje toch de houding die men behoort aan te nemen. En overigens, u weet dat de kerkhoven vol liggen met onmisbare mensen. Aldus Bolkestein eind van de middag over zijn vertrek als fractievoorzitter en over zijn opvolger in die functie, Hans Dijkstal. Vanmorgen was de VVD-fractie voor een speciale bijeenkomst bijeengeroepen. Al na een kwartiertje werd die afgebroken en moesten Kamerleden en VVD-bewindslieden één voor één bij de grote leider naar binnen. De zogenoemde biechtstoelprocedure was nodig omdat Bolkestein met iedereen persoonlijk wilde praten over de wisseling van de wacht. Tegen vieren had Bolkestein iedereen geconsulteerd en kon een historische fractievergadering beginnen. Op een persconferentie lichtte Bolkestein zijn vertrek toe. Het is mijn mening, is onze mening ook, dat er een zekere mate van vernieuwing nodig is binnen onze fractie. Er zijn een aantal nieuwelingen binnengekomen. Wij verwelkomen die vernieuwing en wij vinden dat die vernieuwing ook in de top van de fractie en daarmee dus wat betreft de politieke leiding van de VVD behoort plaats te hebben. Meneer Bolkestein, toen Van Mierlo vertrok, klonk het woord zachtjes, kiezersbedrog. Toen Wallagen wegging, heel hard. Maar het verwijt kan u wel degelijk gemaakt worden. Want u gaat iets heel anders doen dan wat u al die mensen die op u gestemd hebben beloofd hebt. Ik blijf lid van de Tweede Kamer. Dus ik zie niet in hoe dat verwijt mij zou kunnen stemmen. U gaat iets anders doen. Tremmen. Of Bolkestein lang Kamerlid blijft, is nog maar de vraag. Van emoties had hij vandaag in ieder geval geen last. Ben ik blij dat ik er vanaf ben? Spijt het mij dat ik het moet opgeven? Geen van beiden is het geval. Het is om rationele politieke redenen de beste tijd en de beste wijze om dit te doen. En dus doe ik het. Emoties. Aanstaande zaterdag legt Bolkestein zijn vertrek als fractievoorzitter uit aan de VVD-achterban. Tja, emoties. Politiek redacteur Job Frieso volgt de formatie op het Binnenhof met of zonder emoties. Het leek soms of Bolkestein oppositie voerde, maar het is nooit tot een breuk gekomen in paars of met paars. Het is maar net hoe je het bekijkt. Was het blaffende honden bijten niet wat Bolkestein betreft, Job? Nou, soms een beetje wel, maar als zaken niet in het regeerakkoord waren geregeld, probeerden die soms ook wel echt door te bijten. Nou, Bolkestein is in ieder geval een politicus waarvan geen tweede is. Bijna on-Nederlands zou je kunnen zeggen. Hij zei gewoon wat hem niet beviel, of dat ging over zijn eigen kabinet of niet. Nou, dat leidde het natuurlijk onvermijdelijk tot hevige aanvaringen met dat kabinet. Zoals in het debat over Duisenberg. Toen diende Bolkestein zeer tegen de zin van premier Kok een motie in om de kandidatuur van Duisenberg als eerste baas van de Europese Centrale Bank te ondersteunen. En Kok vond dat beneden peil. Voorzitter, ik kan tot mijn spijt niet voldoen aan het verzoek van de minister-president. Ik deel ook zijn mening niet dat er schade aan het Nederlands belang zou ontstaan. En overigens kan ik de woorden van de minister-president ook al dus interpreteren dat hij de Kamer oproept om voor mijn motie te stemmen. Voorzitter, als dit laatste als een grapje is bedoeld, dan heb ik u wel eens geestiger meegemaakt. Dit is natuurlijk werkelijk beneden de maat wat u hier doet. Nou, Bolkestein gaat dus, maar misschien wordt zijn eigenzinnig optreden wel geëvenaard door de nieuwe PvdA-fractievoorzitter Melkert. Ja, Job, nu valt ook weer dat zware woord kiezersbedrog. Dat werd Wallagen en Van Mierlo ook verweten. Is dat in dit geval, in het geval van Bolkestein dus, terecht?
Nou, er is een belangrijk verschil met Wallagen en Van Mierlo. Die hebben namelijk hun kamerzetel in de steek gelaten. En Bolkestein blijft in ieder geval tot het jaar 2000 in de Tweede Kamer. Dus het verwijt van kiezersbedrog treft hem wat minder makkelijk. En bovendien wil Bolkestein daarna toch een publieke functie blijven bekleden. Hij wil bijvoorbeeld graag eurocommissaris worden. Nou, ondertussen schoven hier aan de overkant weer een paar kandidaatministers langs het raam. Droog, hè? Formateur Kok ontving vanavond in het gebouw van de Eerste Kamer een van de laatste kandidaat-ministers. Bram Peper, nu nog de burgemeester van Rotterdam, is de verrassing van Paars 2. Hij werd snel teruggevlogen uit Cuba om zijn nieuwe baan als minister van Binnenlandse Zaken vanavond officieel te aanvaarden. VVD-minister Josias van Aartsen ruilt de post van Landbouw in voor die van Buitenlandse Zaken. Waar hij moet gaan samenwerken met de nieuwe PvdA-minister voor Ontwikkelingssamenwerking, Evelien Herfkens. Zij is nu nog ambassadrice bij de Verenigde Naties in Genève. Herfkens gaat wel akkoord met het budget dat haar voorganger Jan Pronk voor ontwikkelingssamenwerking te min vond. Ja, ik had het natuurlijk ook leuker gevonden als de Partij van de Arbeid geslaagd was in haar gevecht om een tandje meer. Zeker nu het met Nederland zo goed gaat. Maar aan de andere kant, zolang onze economie nog groeit, groeit dat budget ook. Want het is het enige budget wat gekoppeld is aan ons nationaal inkomen. Zo boos als de PvdA was over het budget voor ontwikkelingssamenwerking, zo boos was de VVD over de bezuinigingen op Defensie. Dat moet de nieuwe VVD-minister van Defensie Frank de Grave gaan uitvoeren. Frank de Grave is een verrassing op Defensie, maar hij heeft er wel degelijk verstand van. Ik ben soldaat eerste klas van de militaire administratie geworden. Dus geen geweer vastgehad? Jazeker wel, want ik heb natuurlijk wel de opleidingen gedaan, dus ik heb wel in tentjes geslapen, met Uzi's geschoten. Dus, en ik ken dus wel alle militaire rangen. Tenminste, de president nog eventjes bij mij nagegaan, maar ik had ze allemaal goed. Dus. De nieuwe VVD-minister van Onderwijs, Loek Hermans, ontmoette vandaag de nieuwe minister van Verkeer. De huidige PvdA-staatssecretaris van Onderwijs, Tineke Netelenbos. Ze kunnen het direct al goed vinden. Hermans verlaat een prachtige post als commissaris van de Koningin in Friesland. Wat vonden uw kinderen ervan, minister van Onderwijs? Ja, aanvankelijk hadden ze toch zoiets van doe het nou maar niet. Want je weet nooit hoe dat zal uitpakken. Maar uiteindelijk hebben we toch gezegd, het is toch eigenlijk wel iets heel moois om dat gewoon ook eens een keer te doen. Als we maar hier blijven wonen, zeiden ze. Nou, ieder moment kan hier aan de overkant de kandidaat-minister voor Binnenlandse Zaken, Bram Peper, weer naar buiten komen na zijn bezoek aan de formateur. En dan verwacht formateur Kok de laatste minister, de 15e, die zonder portefeuille dus. En dat is Roger van Bokstel. En dan is het helemaal rond, Job? En dan is het helemaal rond. Dan komen morgen de staatssecretarissen nog even langs. En dan kan het kabinet, zoals eerder gezegd, maandag op het bordes bij de koningin. Goed, dankjewel, Job Frieso, Den Haag. In Friesland is met trots gereageerd op de forse bijdrage die deze provincie levert aan het nieuwe kabinet. Twee ministers en een staatssecretaris. Maar het vertrek van twee topbestuurders, de commissaris der Koningin, Loek Hermans, die minister van Onderwijs wordt, en de Leeuwarden burgemeester Hajo Apotheker, de nieuwe minister van Landbouw, wordt ook gezien als een verlies. Waar is de vraag bij? 126,90. Stilletjes had de burgemeester van Leeuwarden zich al voorbereid op zijn benoeming tot minister van Landbouw. 125 bieden, ben geen koopman meer. 150. En de commissaris de Koningin in Friesland had zijn toekomstig werkterrein ook reeds verkend. Met hun vertrek lijkt het alsof in Friesland een machtsvacuüm is ontstaan. Ja, Friesland is bestuurlijk bijna onthoofd, zou je kunnen zeggen. Maar er wordt vandaag weer gewoon scootje gezield en er werd gisteren weer gekaatst in Vraneker. Dus het leven gaat wel door. Als burgemeester werd Hajo Apotheker landelijk bekend door zijn stellingname in het brede protest tegen het geweld in de samenleving. Apotheker heeft Leeuwarden het zelfbewustzijn weer teruggegeven. Hij haalde tal van hoofdkantoren naar de stad en bombardeerde het tot kloppend hart van de landbouw. Liauwert had hem liever langer in de burgemeesterskamer aan het werk gezien. Wij vinden ook in Leeuwarden dat we een belangrijk bestuurder gaan missen. Aan de ene kant vinden we het dus jammer, aan de andere kant vinden we het prachtig dat de stad Leeuwarden de minister mag leveren van landbouw. Dus het is wat gemengd. Maar we zullen hem wel missen. Loek Hermans heeft in de afgelopen 4 jaar als commissaris de Koningin achter de schermen veel voor Friesland bereikt. Mede door zijn inzet kwam computergigant Hewlett-Packard naar Heerenveen. Hermans heeft intensief gelobbyd in het Haagse circuit. Het belangrijkste wapenfeit ligt toch denk ik in het laatste jaar. Dat we met het kabinet en onder leiding van de heer Hermans een akkoord gesloten hebben over extra investering van enkele miljarden in het hele noorden. En de uitvoering daarvan, het zal de komende jaren moeten plaatsvinden. Het is jammer dat hij daar niet bij kan zijn.
Hoewel Hermans volgens de Leeuwarden Courant keihard heeft gewerkt voor Friesland, is hij daar nooit populair mee geworden. Nee, hij is nooit Fries met de Friezen geworden. Op een of andere manier voelde hij dat niet zo goed aan. En zeker minder dan zijn voorganger, Hans Wiegel, die daarin uitblonk. Uitstekend gevoel had voor de public relations in dit gewest. Daar is Hermans nooit aan toegekomen. En dat zat hem wel dwars. Voor Hermans en apotheken bleek Friesland een tussenstation te zijn op weg naar een ministerschap. Op Cuba heeft hij nog een dag lang nagedacht of hij het wel zou doen. Toen pas besliste Bram Peper dat het wat hem betreft in Rotterdam was afgelopen. Voor hij de knoop doorhakte, heeft hij eerst nog het regeerakkoord laten faxen naar dat tropische eiland en mogelijk in samenspraak grondig doorgenomen. Het was goed, het werd ja. In allerijl was Peper vanavond op Schiphol teruggekomen met zijn vrouw Nelly Kroes van een bezoek aan Cuba. Hij was compleet verrast toen fractievoorzitter Melkert hem daar belde. Wat een verrassing voor velen. Ja, voor mij ook denk ik. Ja. Ik was aan het werk, dus ik had er verder niet op gerekend. Maar ik ben wel blij met het verzoek. Ik neem met moeite afscheid van Rotterdam, maar goed, ik zit daar 16 jaar met het hart. Bloed wel, moet ik zeggen. Ik ben heel hartstikke gek op die stad. Ja, en ik ben niet zo iemand die zo snel kan beslissen over dit soort dingen die ingrijpen toch in je persoonlijk bestaan weer. Je denkt wel eens aan je toekomst. Minder hectisch en zo. Met pijn in het hart, maar ook trots op wat hij in Rotterdam gedaan heeft. Ik ben wel voldaan over het feit dat we Rotterdam op de kaart hebben gezet, letterlijk en figuurlijk. Ik kwam in een tijd, 82... waarbij het buitengewoon somber was in Nederland, maar ook in Rotterdam. En we hebben toch een stad weten neer te zetten met een conceptie die nationaal en internationaal de aandacht trekt. Dus daar ben ik zeer trots op, ja. Maar nu wachten typisch binnenlandse taken, zoals het benoemen van een nieuwe burgemeester van Rotterdam. Iets voor Nelly Kroes? Ook in het regeerakkoord is mij dat geworden, dat het misschien goed is om hier een start te maken om met een referendum de mogelijkheid af te tasten welke kandidaten daar aan de orde zijn. Een gekozen burgemeester, daar maakt iedereen kans voor en u bent populair in Rotterdam. Ja, maar Nijenrode is een ontzettend uitdagende baan en daar heb ik het dik naar mijn zin. Niet beschikbaar? Ik heb het dik naar mijn zin. Dank u wel. Peper was onder meer op Cuba om daar een beeld te onthullen van de Nederlandse zeeheld die het Caribisch gebied in de 17e eeuw onveilig maakte. Piet Hein, u weet wel, zijn naam is klein, zijn daden benen groot en hij heeft gewonnen de zilvervloot. En dat geldt in zekere zin nu ook voor Bram Peper.